Vliegbasis Leeuwarden kijkt met tevredenheid terug op de IS-missie in Irak. Zo'n 250 militairen van de basis hebben meer dan 3 maanden vanuit Jordanië luchtaanvallen uitgevoerd om IS te bestrijden. In totaal hebben de militairen 375 missies voltooid. 10:00 's ochtends. De Werze is verlaten en de peeskamers zijn nog gesloten. Na een drukke nacht lijkt de prostitutiebuurt op wat bordjes en rode lampjes na een normale uitgaansstraat, maar niets is minder waar. Want volgens de ChristenUnie worden ook in Leeuwarden nog altijd vrouwen uitgebuit door pooiers. En daarom wil de partij dat pooierschap bij wet wordt verboden. De praktijk is dat mannen vrouwen en meisjes uit de andere kant van de wereld halen. En uit Afrika en uit Oost-Europa. En zonder dat ze de taal machtig zijn en zonder dat ze weten wat ze gaan doen, hier uitbuiten. Hier, midden in ons mooie centrum, gebeurt dat op grote schaal. En de ChristenUnie wil juist hebben dat het verdienen aan andermans lijf moet worden gestopt. Volgens Rijpma zijn pooiers mensenhandelaren die niet gepakt kunnen worden omdat er te weinig bewijs is. Zo durven prostituees vaak geen aangifte te doen tegen hun pooier. En dat is nu nog cruciaal. Maar door een verbod op pooierschap is dat niet meer nodig en hoeft de politie alleen nog maar vast te stellen dat een pooier geld ontvangt van zijn prostituee. En daar moet volgens Rijpma op geacteerd gaan worden door de politiek, want de verhalen van prostituees zijn schokkend. We hebben hier één geval, die heeft hier 7 jaar gewerkt en die hebben we hier weggehaald. En die komt met 1 plastic tasje met wat lingerie na 7 jaar uit die bordelen en heeft geen cent. Maar waar zijn die miljoenen gebleven die zij in die 7 jaar heeft verdiend? Die komen bij andere mannen, bij andere mensen. Die verdienen met haar lijf. En daar moet een eind aan komen. Het is nu afwachten of de wet gekoppeld kan worden aan een wet die al in behandeling is in de Tweede Kamer. Als dat gebeurt, kan er ook in Leeuwarden sneller worden opgetreden. Minister Hennis Plasgaard heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat Peru 3 SAR-helikopters gaat kopen. Vanwege de hoge onderhoudskosten moeten de helikopters weg. Daarom werd er door het ministerie van Defensie vorige week afscheid genomen van het 303 Search and Rescue Squadron. En dus verlaten de heli's na 55 jaar en meer dan 5400 vluchten de vliegbasis in Leeuwarden. Op woensdag 7 januari dit jaar breekt er op de Lorentzkade brand uit in een kringloopwinkel. In mum van tijd breidt de brand zich uit naar naastgelegen panden. Ook het pand van autobedrijf De Vries wordt getroffen en brandt voor een deel tot op de grond toe af. Een letterlijk zwarte dag die in het geheugen van Harm gegrift staat. We zagen een brandweer en mijn telefoon ging. En ik zie op mijn telefoon dat het iemand was die bij de brand stond. En ik zei, je moet heel snel de wezen, want de boel staat in brand. En toen zei ik tegen Arne, van, nou, dan ga ik nog achter mijn eigen brandweer aanrijden. En dat was heel erg, heel triest, heel verschrikkelijk. Ja. Harm en zijn broer Piet kunnen het nog altijd niet bevatten. In 1 dag zo goed als alles kwijt, dat hakt er behoorlijk in. De zijkant is helemaal van het pand is weggebrand. En er is een deel door water en rookschade beschadigd. De boel wordt geblust en na een paar dagen dan ga je zien wat rest er nog. Dat staat hier. Dat is niet veel. Als je ziet wat er allemaal aan klein materiaal weg is, dat is heel erg. Dat krijg je ook niet weer. Nee. De broers hebben nog een paar spullen kunnen redden, maar ook aan die spullen is goed te zien hoe enorm de hitte is geweest. In deze nieuwe loods aan de Edisonstraat zijn de heren nu opnieuw begonnen, al zal het nooit meer zo worden als vroeger. Denk het niet, nee. Want dat was een unieke plek. En de mensen wisten het. En als de mens weet waar die wezen moet, dan rijdt hij er blindelings heen. En dan moeten ze allemaal maar weer uitzoeken van waar zitten ze en hoe kunnen we ze weer bereiken. En dat is gewoon wel, moeilijk is dat. Ja. Over 2 weken hoopt ABS autobedrijf De Vries weer helemaal operationeel te zijn. Gisteravond werd er in de Eerste Kamer gestemd over het nieuwe leenstelsel voor studenten. 36 waren voor, 29 waren tegen en dus is het erdoor. Maar hier bij de NAL in Leeuwarden zijn zowel studenten als ouders het er niet mee eens. Want? Ik heb 2 studerende kinderen en ik weet wat het inhoudt. Ik heb er zelf heel erg kom voor gelegen om mijn kinderen toch te laten studeren. Dus ik ben het er niet mee eens. Laat het maar gewoon. Het op het oude voet voort gaat laten gaan. Er is veel voor te zeggen, maar anderzijds vind ik ook dat je misschien wel studenten met misschien armere ouders de kans ontneemt om
les te volgen aan het hoger onderwijs. En wat is er voor te zeggen dan? Nou, in principe, als ik nu kijk naar bijvoorbeeld medestudenten, dan gooien er wel eens mensen met de pet naar, om het zo maar te zeggen. Terwijl ze wel bijvoorbeeld een hele studiebeurs opdrinken in een kroeg. En natuurlijk doe je dat zelf ook wel eens. Ik zal niet zeggen dat ik een topstudent ben, maar ik doe wel wat ik moet doen, laat ik het zo zeggen. Ik moet zelf ook mijn eigen studie betalen. En was ik nu begonnen met mijn studie, dan had het me wel gehinderd om de studie te gaan doen. Het is wel een tekort aan geld, heb ik dan. Dus dat komt niet uit. Ik vind dat je juist moet gaan ontwikkelen in de school en zo. Maar dat wordt dus niet gebeurd. Nou ja. Ja, verder heb ik eigenlijk niet veel te zeggen. Ik ben eigenlijk net wakker, dus het is nog een beetje lastig opstarten. Oké, nou succes met wakker worden. Dankjewel. Hey, verder. Yo.